Ik raad je aan om een progressiemodel ter controle te gebruiken. Ten eerste heb je een lineaire gewichtstoename. Dat is heel simpel. Dat is bijvoorbeeld dat je gaat bankdrukken en iedere week 2 kilo toevoegt. Op het moment dat jij al wat langer traint en je bankdrukt, ik noem maar wat, setjes van 100 kilo. Dan merk je het verschil nauwelijks tussen 100 en 101 of 101 of 100,5 kilo. Maar op het moment dat jij constant met hetzelfde gewicht blijft trainen, zal je ook en hetzelfde aantal herhalingen maakt, zal je niet jezelf ontwikkelen. En daarom is het dus belangrijk dat je constant wat gewicht toevoegt. Al ga je maar met 101 kilo trainen, merk je het niet eens, het verschil. Maar op het moment dat je er volgende week 102 kilo van maakt, merk je dat nog niet. Maar na 10 weken zit je al op 110 kilo. Snap je? En daarom is het super, super, super belangrijk dat je dus wel constant gewicht blijft toevoegen. Nou, dat noem je lineaire gewichtstoename. En dat is met name voor beginners, is dat enorm geschikt om heel veel resultaat te boeken. Tweede manier die je zou kunnen kiezen, is om je rep range te bepalen. Of om een bepaalde rep range te kiezen. Stel, ik ga bicep curls maken. Dat is een echte bro. Hè? Heel de dag bicep curls maken en borst trainen. Niks anders. 5 keer per week. En je gaat 10 tot 15 herhalingen maken. Nou, de eerste training zou je misschien 3 sets van stel 12, 11 en 10 herhalingen maken. Dat blijf je doen. En dan ga je de volgende training kun je misschien de eerste training 14 herhalingen maken. 14, 13, 11. Noem maar wat. En dat doe je dan net zo lang totdat je 3 keer 15 herhalingen kunt maken. En op het moment dat je 3 keer 15 herhalingen hebt bereikt, dan ga je het gewicht verhogen. Spreek voor zich, toch? Doe je net zo lang totdat je dan merkt dat je, oké, ik kan geen 3, ik heb de eerste keer 9 herhalingen gemaakt, de tweede keer 8 en de derde keer 7. Als je zo weinig herhalingen gaat maken, dan is het verstandig om je gewicht te verlagen en dus een stukje te deloaden, zeg maar. Nou, dan je progressie in totale reps. Die 40 pull-ups heb ik net uitgelegd. Voeg er iedere week 2 toe. Afhankelijk van of dat je het in 3 sets haalt of in 4. Dat is helemaal aan jou. Wel belangrijk is dat je rustvast moet zijn. De fout die ik zelf ook heb gemaakt, is dat je denkt van, nou, oh god, ik word sterker zeg. Kijk, moet je mij eens kijken. Ondertussen was ik gewoon mijn rustperiodes veel langer aan het maken. En dat heb je gewoon echt niet hoor. Maar het is wel belangrijk dat je dus een vaste rustinterval pakt. Ik zou hem zelf aanraden om tussen de 1,5 en 3 minuten rust ongeveer. Compound oefeningen hou je wat langer rust dan isolatieoefeningen. Puur omdat je compound oefeningen gebruik je meer energie bij. Afgelopen weekend 2,5 uur rijden van Rotterdam naar Groningen voor een MMA partij van een van mijn jongens die ik moest coachen. Hier de weging. Uiteraard moeten allebei de vechters ongeveer op hetzelfde gewicht zijn. Dan in de kleedkamer, mentale voorbereiding. Hier smeer ik zijn gezicht in met vaseline, zijn wenkbrauwen, zodat er minder scheuren in zijn gezicht komen op het moment dat je geraakt wordt door een klap. De laatste minuten voor een partij, de laatste paar seconden, altijd spannend. En hier de partij zelf, althans een hele korte samenvatting, kan uiteraard niet alles laten zien. Maar gelukkig konden we de winst meenemen naar Rotterdam. Op de rode hoek, wij hadden gewonnen. Nou, leuk dat je weer hebt gekeken. Ik zou het leuk vinden als je deze video zou willen liken en je uiteraard subscriben.